laatste sessie en ik ga de uitdaging aan, net zoals elke spreker, om te zorgen dat deze de boeiendste sessie gaat worden. Ook een leuke sessie, want dat is een van de insteken dat ik wil hebben. Ik ben ervan overtuigd dat trainers opleiden, een trainersteam aansterken, vormen, dat dat iets leuks kan zijn en dat dat niet een saai gegeven moet gaan worden om zo te gaan opleiden. Ja? En dat gaat een beetje de insteek zijn van de vernieuwende aanpak voor sterkere clubtrainers. Er zijn twee delen in. Er zit één deel in over de opleidingscursussen. Dit is eigenlijk wat dat er zal veranderen naar 2019. Vandaar dat we dit ook hier wouden brengen. Als jullie de data zien, dat je gaat zeggen van oké, dit is nu toch wel volledig anders dan voorbije jaren. Wel, dan ga je nu de uitleg krijgen waarom vanaf het initiatenniveau dat het ook anders is en met welke insteek. Ja? En het tweede luik is dan, hoe gaan we dat vertalen naar de interne clubcontext, waar dat wij bijvoorbeeld met het jeugdfonds de documenten zien binnenkomen voor de interne bijscholingen en dat we toch wel eens zeggen van oké, ik denk dat dikwijls presentaties zijn die heropgevist worden, hier en daar een keer een zin of iets aan toegevoegd worden. Terwijl dat ik denk dat we vandaag de dag met zoveel info zitten waar dat we enorm leuke dingen mee kunnen gaan doen, waar dat we wel de ambitie moeten hebben om onze trainers maximaal te laten zelf ontplooien. En dat gaan we een aantal keer zeggen. Ik heb daar één tekeningetje van als we bij de interne bijscholing gaan komen. Ik ga nu nog niet zeggen wat dat erop staat. Maar dit is voor mij de essentie waarom dat we bezig moeten zijn met trainers te gaan vormen en trainers te gaan begeleiden om ze zo sterk mogelijk te maken binnen de club. Er is een serieuze weg al afgelegd. Ik had het zo moeten doen. Ik doe het even niet. Serieuze weg afgelegd. 2016 stond het in het beleidsplan Tennis Vlaanderen. En we willen voor 17-20 de weg inslaan. Toen hebben we daar het fancy woord op gezet, e-learning. Dat leek ons het meest fancy woord om zo'n beetje het digitaal leren te gaan aanduiden. Vandaag gaan we dat heel anders invullen. We hebben in 2017 een e-congres gevolgd bij Acco in Gent. Heel interessant, daar gaan we in de presentatie op terugkomen. Op onze vraag heeft Tennis Europe in 2017 ook een Coach Education Conference georganiseerd om de stand van zaken van digitaal leren in alle Europese lidstaten rond tennis te gaan brengen. We hebben in september, na anderhalf jaar tussen dat congres, of sorry, tot 11 maanden tussen dat congres en de aanwerving, zitten nadenken, zitten brainstormen van oké, hoe kunnen we nu dat digitaal leren gaan erin brengen? We hebben de richting aangeduid. Maar we hebben nu nog iemand nodig die daar kan in gaan zich verdiepen. We hebben iemand aangeworven die specifiek richting pedagogiek, agogiek heeft gestudeerd en in dat nieuwe leren helemaal thuis is. Dus zij heeft daar de voorbije 2 maanden al hard op gewerkt om daar invulling aan te geven. Vandaag de presentatie, 12.12 de docentenbijscholing en vanaf januari 2019 start ik zelf ook met een cursusinitiator die volledig voor ons het nieuwe leren zal worden ingevuld. Wat is de situatie waarvan we kwamen? De situatie was dat we eigenlijk een cursusinitiator hebben. We hebben die cursusinitiator, daar zitten 12 presentaties in, 298 slides, 100 pagina cursus, 193 pagina's trainersboek, 7 dagen met 1 pauze. En wij verwachten dat de cursisten in die week niet alleen die pagina's gaan bestuderen, maar dat ze die kennis, ik ga dat met een K zetten, dat ze dat opdoen. Dat ze dan vanuit die kennis, dat ze dat kunnen verwerken. Hè, want we hebben het gedoseerd, dus ze moeten die kennis dan moeten kunnen binnendringen. En wat we dan nog meer verwachten is, in dezelfde week willen we dat ze dat ook die kennis in de praktijk gaan brengen. Dus we verwachten dat ze alles wat we geleerd hebben richting techniek, spelconcept, organisatie, communicatie, dat ze alles binnen die 7 dagen... op een deftige manier kunnen gaan brengen om dan in de club volwaardig training te gaan geven. Nu, qua organisatiestandpunt is dat fantastisch, ook voor ons. 1 week organiseren, makkelijk om af te spreken met de club, makkelijk om af te spreken met de docent. En voor de cursist heel simpel, 1 week vrijmaken en je kunt je basisopleidingscursus gaan volgen. Maar vanuit ontwikkelingsperspectief, als we dit gaan bekijken, ja, werkt dit niet meer. Ja, wij zijn een van de enige sporttakken die de basisopleidingscursussen gebundeld heeft in 1 opleiding. En ik denk dat we met een nieuwe stap, met het nieuwe leren, het moment hebben om hier vanaf te gaan stappen om uiteindelijk meer resultaten te gaan boeken. Want dat is uiteindelijk allemaal wat we willen. Trainers die bij jullie in de club binnenkomen, waarvan dat jullie het gevoel hebben van
Die zijn echt sterk opgeleid. Ze zijn vandaag ook sterk opgeleid, met dank aan de docenten die er ook vandaag aanwezig zijn. Ze zijn sterk opgeleid, maar we geven gewoon too much information en we verwachten dat die informatie al op het terrein kan gebracht worden. Wanneer is dat bij mij doorgedrongen? Dat is op het moment dat ik die slide gekregen heb van professor Dr. Martin Valken, op het TACO-congres in Gent. Dat is een van de toonaangevende professoren wereldwijd. Hij zit overal in de wereld met e-learning en flipped classroom principes. Tot het moment dat ik die sessie gevolgd heb en dat ik zei van ja, dit opent nu perspectieven voor onze kaderopleiding. Hij vertrekt van de traditionele classroom. Ja, wat we vandaag kennen. We geven cursus, we geven een opdracht. We gaan de opdracht de volgende training verbeteren. En misschien in het beste geval gaan we dat overlopen met de cursist. Wat was er goed, wat was er minder goed. Maar soms gaan we gewoon een score geven. Je krijgt 7 op 10. Maar eigenlijk, wat dat de gap is tussen die 7 op 10 en die 10 op 10, daar is er soms geen tijd voor. We geven gewoon de score, het komt binnen en we hebben ons werk gedaan. Want we hebben gedaan wat dat er volgens het protocol was vooropgezet. We moesten een cursus geven, we moesten een opdracht geven en we moesten die taak gaan evalueren. Het tweede principe, het flipped classroom, het nieuwe leren. Dat zal vandaag door elkaar gebruikt worden. Blended learning, flipped classroom, nieuwe leren zal continu door elkaar gebruikt worden. Wat is het principe dat we willen in de cursussen aanbrengen is, wat een cursist zelf kan doen, gaat hij zelf doen. Ja, we hebben, om een voorbeeld te geven, de technische leerlijnen zijn volledig gefilmd, zijn met de kernwoorden aangeduid. We hebben referentiefiches waar dat we woorden kunnen weglaten, zodat ze taken kunnen doen om dat te gaan invullen. En op die manier kunnen wij gaan controleren en ze die info gaan verwerkt. Ja? Ons principe is, als we alles opnieuw op dezelfde manier gaan brengen, dan kunnen we het evengoed filmen of op een andere manier tot bij de cursist gaan brengen, maar wel dan de omgekeerde weg gaan. Als wij de cursist erin laten slagen om, voordat hem naar de klas komt, hè, daarom het huiswerk wat hier erna is, om voordat hem naar de klas komt, zaken te laten voorbereiden en in de klas daarmee aan de slag te gaan, dan zijn we 200% van overtuigd dat we heel wat meerwaarde gaan boeken. Want heel dikwijls, als we taken gaan doen tijdens de cursus, zit de helft van de groep, en dat is de groep oranje, de rode is degene die het al niet meer kan volgen, die voor hem, ja, hij blijft op de eerste fase kennis opdoen, en het lukt zelfs niet om op die korte periode zoveel kennis dat hem krijgt om dat te gaan verwerken. Ja. Oranjes, die struggelen, voor hun, als ze een opdracht krijgen, is het onmogelijk om te gaan zeggen van we gaan on the spot zelf daarmee aan de slag gaan om dan een deftige on-court sessie te gaan geven. Dat is gewoon onmogelijk. Als we de cursisten laten thuis voorbereiden en we gaan dan in de cursus ermee aan de slag gaan, dan zijn we van overtuigd dat we een donkergroene gaan hebben. De beste leerling van de klas zal nog altijd de beste leerling zijn van de klas, maar de twee oranjes, die gaan al groen zijn, die gaan al veel comfortabeler cursus volgen. En degene in de rood die absoluut in het gedrang kwam, gaat op zijn minst wel de kans hebben om toch zo'n wagonnetje te gaan aanpikken. We gaan dat met heel veel voorbeelden gaan brengen hoe dat concreet in de cursus aan bod zal komen. Dus de traditionele aanpak, cursus in het topsportcentrum, zo stond die in mijn agenda. Nee, gaat niet meer lukken. We zitten nu met start, weekend 1, weekend 2, weekend 3, terugkom 1, terugkom 2. Ja, sessies, telkens een week tussen. En cursisten die de cursus gaan volgen, gaan heel duidelijk weten van mannen, het is niet een week ontspanning en rust. Nee, er gaat in de weken dat jullie thuis zijn, gaat er moeten gewerkt worden. Ja? En het is ook zo dat het examen, om het werken af te dwingen, het examen zal een fysiek examen zijn, maar het examen zal gewoon ook basis de attitude zijn tijdens de opleiding. Ja? Doe je dat? Oké, goed, dan krijg je al een ik kan niet zeggen, een blanco slagingsattest voor je examen te gaan doen. Maar als je tijdens de cursus alles perfect hebt opgevolgd en je hebt die taken gedaan en dat was op een correcte manier en je scoort dat als docent dat dat correct was, waarom moet je dan nog iemand laten falen op een examen? Misschien door zenuwen of de onbekende omgeving, nieuwe docenten die daar komen jury afleggen. Ik denk dat er andere manieren voor mogelijk zijn. Waarom die flipped classroom? Wetenschappelijk onderzoek
ja, heeft aangetoond, ja, dat de leeruitkomsten een stuk hoger liggen. En waarom? Omdat ik zelf ook meegemaakt heb wat dat het is om traditioneel les te krijgen en om op een andere manier les te krijgen. Als je traditioneel volgt, ik heb zelf in Leuven sportkot gedaan, op een bepaald moment ging ik niet meer naar de cursussen. Waarom? Er was een prof die zijn cursus voorlas, dan had ik zoiets van, oké, goed, ik kan even goed dat zelf gaan doen, waarom moet je daar nog voor gaan werken? Als je in een omgeving terechtkomt waar dat je iets moet doen, je krijgt opdrachten, dat wordt opgevolgd, je wordt daarop gescoord, dat levert je een goede attitude op, waardoor dat je al een basis, een goede score hebt om naar je examen te gaan, ja, dan creëert dat engagement, datzelfde in de club. Ja, het is dat engagement dat je nodig hebt om daarin te gaan verder verhogen. Het goede eraan naar de cursisten toe, en het voordeel dat wij het kunnen doen ten opzichte van het onderwijs, want ik denk dat we dat wel heel goed moeten benadrukken. Ja, in het onderwijs, als je met klassen zit, 25 tot meer leerlingen, ja, is dat individuele aanpak een stuk minder. Als je in een cursusinitiator zit en je zit tussen de 10 en 14 cursisten, is dat een heel ander gegeven. Ja, je hebt mogelijkheden om individuele begeleiding te gaan doen. Maar wat is het leuke daaraan? Ik vind het een systeem die zowel goed is voor de beste van de groep, want ik wil ook niemand remmen die de beste van de groep is en die snel kan ontwikkelen, want de snelheid van zijn ontwikkeling blijft hetzelfde. Een andere gaat dat 3 keer moeten lezen, hij gaat maar 1 keer lezen, mee zijn in het verhaal en ik kan naar de volgende cursusdag komen. Ja? Plan, prepare, perform. Degene die tijd nodig heeft, die kan al de tijd van de wereld gebruiken om zijn lesvoorbereiding te gaan maken. Die kan eens gaan checken met zijn hoofdtrainer van, is dat wel goed als hij een beetje onzeker is. Degene die snel kan vorderen in de cursus, die gaat gewoon op zijn voorbereiding maken, weet dat hem daarmee naar de cursus kan komen. En dan creëer je een workshop, en we gaan er ook voorbeelden van geven, dan creëer je een workshop in de lessen, waar je gewoon veel dieper kunt gaan. Ja, als jij nu een sessie gaat geven, ga voor het voorbeeld van de Kids Science Relaunch gaan nemen. Je hebt de sessie hier 2 jaar geleden gehad van Ruben. Daar zit heel veel informatie in, gamification, branding, materiaal, de bouwcontroles. Als je dat een uur gehoord hebt, en ik zal aan jullie allemaal vragen van oké, nu bereid voor, binnen een half uur moet je een training geven en ik wil, Wim, bij jou moet het gaan over bouwcontroles, bij jou moet het gaan over gamification, ja, dan ga je zenuwachtig worden en ga je onzeker worden. Als je dan zegt van oké, goed, bekijk op je gemak die presentatie, je kunt thuis in alle rust en alle stilte je voorbereiden, je komt naar de cursus. Ik wil het idee dat jij iets gaat doen rond materiaalgebruik binnen dat kidsenisverhaal. En zo iedereen zijn opdracht, ja, dan geef je iedereen de tijd om dat goed voor te bereiden. En zorg je ook ervoor dat je workshop beter gaat zijn. Want het niks is erger, en ik denk dat de docenten hier aanwezig dat meemaken. Je hebt iemand, een cursist, dat loopt volledig verkeerd. Je probeert een beetje als docent te redden wat er te redden valt, want dat ego, hè, is volledig, het zelfvertrouwen van die cursist is volledig weg. Ik denk in iedere cursus dat ik al gegeven heb, heb ik wel al een wenende cursist of cursisten gehad die het niet meer ziet zitten omdat ze denkt of hij denkt dat hij totaal niet bekwaam is om trainer te worden. Ja, dat ga je een stuk minder hebben. Ze kunnen hun voorbereiden en de kwaliteit wat dat er gaat komen op het terrein gaat al een stuk beter zijn. Ik ben ervan overtuigd dat binnen didactische oefeningen, als je met 2 terugkomsessies, dat je per terugkomstsessie dat niveau ongelooflijk zal zien stijgen. Dus wat is de doelstelling? De slot, dat is het einde van het theoretisch gedeelte, is het nieuwe leren komt neer op blended learning. Blended learning is de mengeling tussen thuis gaan werken en tussen workshops dat je op de opleiding specifiek hebt, om daar te zorgen dat je daar een goede combinatie maakt van de twee. En vandaar, wij spreken niks meer over e-learning, omdat we net binnen trainers, dat contact met die docent, net zoals in de club, het contact met de hoofdtrainer, het contact met de kidsenisverantwoordelijke, dat zijn die sterke contacten. Je kunt dat niet digitaal laten vormgeven, je moet dat face-to-face, die contacten, die gesprekken, Dirk, als je over die techniek, over die speler gaat praten, daardoor wordt er geleerd. Dus het is een mengeling van wat dat er thuis kan gebeuren en in het digitaal tijdperk, ga je straks wel zien, kunnen we enorm veel thuis doen, gaan we meer en meer thuis laten doen. Ik heb zelf een tiener dochter in middelbaar. Als ik in middelbaar zat, zat ik alleen maar met een cursusboek en met een rekenblok of een cursusblok. Ik zie nu de kinderen zitten allemaal met een laptop open. Ze hebben allemaal taken, ze moeten dat uploaden naar het schoolsysteem. Het is een ander onderwijs geworden. Ik denk dat ook in de cursusopleiding dat we daarin dat verhaal kunnen meegaan. Toepassingen. Eerste toepassing, didactische oefeningen.
Ik denk dat jullie allemaal betrokken zijn in het verhaal van de vragen die jullie krijgen. Ah, ik ga cursus volgen. Kan jij zorgen dat ik leerlingen kan hebben om naar de cursus te gaan? Ik denk, iedereen heeft die vraag wel al een keer gehad van wie heeft er spelers die cursus kunnen gaan volgen. Ja, wat merken we? Eén, organisatorisch moeilijk. Vanaf de eerste dag moet je als docent trekken en sleuren om kinderen aanwezig te hebben. Twee, de kinderen die aanwezig zijn, die moeten 4 uur aanwezig zijn, van 9 tot 13 uur. Wat gebeurt er? 9 uur fit, 10 uur fit, 11 uur mentaal, 12 uur mentaal volledig weg. Je kunt er niks mee doen. Je gaat 2 filmpjes zien. Een heel goede cursist die dat op een goede manier probeert te brengen, maar je ziet gewoon aan die kinderen, als die daar zitten staan, dat die niks meer van taakspanning gaan hebben. Ja? En 3, voor mij nog de meest belangrijke, als docent loop je rond, en ik heb de voorbije jaren zelf opnieuw wat cursussen gegeven om binnen dat flip classroom en dat vernieuwde aanpak om zelf goed te voelen wat dat er beter zou kunnen. Zelf merk je ook, ik volg die tafel, maar ondertussen zijn ze daar training aan het geven. En misschien is juist hetgene wat dat in de les van Lotte belangrijk was om iets te noteren, misschien heb ik dat juist gemist en de cursisten gaan niet altijd scherp genoeg zijn om die observaties te gaan doen. En dan is het spijtig dat een super leermoment voor haar wegvalt, omdat ik op een bepaald moment bij een andere cursist ga staan. En er zijn mogelijkheden voor om te zorgen dat we dat gaan vermijden. Dus als we nu een eerste filmpje zien, zo ging dat eraan toe, de didactische oefeningen. Voilà, het stukje coördinatie. Voilà, en dan volgt de klassieke bespreking. De klassieke bespreking, goed didactisch materiaalgebruik. Goed dat je werkt met kegeltjes, maar dan ook wat minpuntjes. Hij is niet streng genoeg op de uitvoering. Hij vraagt om het zo snel mogelijk te doen. Ja, als je het snel doet, dan gaat de kwaliteit gaan droppen. Dus op die manier geef je dan wat feedback over de lessen. Een leermoment voor hem. Ondertussen kun je niet naar de anderen kijken. Laat ons het filmpje ernaast afspelen. En zie dus, dit is nu gefilmd, zonder dat de kinderen wisten dat we specifiek iets rond dit thema gaan doen. Maar gezien dat de kinderen, we zijn nu rond de middag. Hè? Dus ik denk dat je dat niet gewend bent van beeld. Als je in een cursus of in een club les gaat geven, dat is dezelfde cursist. Hij doet dat goed, maar je voelt dat die sponsen volledig zijn uitgewrongen. Je kunt er niks mee doen. Voilà, waar willen we naartoe en waar gaan we naartoe? Er gaan geen kinderen meer, voor initiatorniveau, geen kinderen meer naar de cursus komen. Wat gaan de cursisten hebben? Daarom zijn de weken met weekends en terugkomdagen zo uit elkaar getrokken. Wij gaan in teams van 2, 3 cursisten opdrachten geven. Kijk mannen, jullie moeten bijvoorbeeld eerste groep, eerste tafel, jullie gaan tegen volgende week een globaal situatie en een leervorm filmen binnen dat thema. Jullie gaan coördinatie voorbereiden voor die 2 thema's. Jullie gaan iets anders voorbereiden. Je gaat dat voorbereiden. Er zijn reflectiekaarten voor alle soorten voorbereidingen, uitvoeringswijzes, de rollen van de lesgever. Je kunt het zo gek niet bedenken. Er zijn reflectiekaarten. Je gaat jezelf reflecteren als cursist. Dat ga je opsturen naar een docent. En dan heeft een docent ineens alle video om aan de slag mee te gaan in de cursus. En dan heb je geen cursisten gemist, maar heb je ineens alles op voorbereiding. Het grote uitdaging dat we altijd hadden, en dat was hetgeen wat ik zelf benieuwd op was om naar het Tennis Europe congres te gaan vorig jaar in Sofia. We hebben altijd, als we filmen, we hebben dat nog gedaan in andere opleidingen, dat we vroegen aan cursisten van oké, film dus iets en stuur het dan in aan een docent. Je hebt altijd probleem met geluid. En om te zeggen nu van oké, Dirk, ik wil in Korte Markt gaan filmen, op zaterdag namiddag kunnen zorgen dat er geen kinderen in de zaal zijn, dan zeg je ook van dat gaat niet lukken. Dus je zit met die context dat alles loopt door, dus je moet oplossingen vinden. Op het Tennis Europe congres kwam er eigenlijk geen oplossing uit. We zijn zelf met een aantal techneuten op een bepaald moment zo erover aan het brainstormen. En het was met Cedric Jacquemin dat we op een bepaald moment zeiden van oké, maar kunnen we niets doen met zo'n headset? En we hebben een headset gekoppeld. Je hebt hier 2 links staan. Er zijn speciale apps. Met de normale apps, camera-apps, kunt het niet. Maar met bijvoorbeeld Movie Pro op iPhone kun je perfect een filmpje gaan maken. We gaan dat in de volgende slide iets zien. Kan je een filmpje gaan maken en wat je gaat zeggen van ongelooflijk qua geluidskwaliteit. En wat kost het?
€29,99 voor een headset. Kun je met drie cursisten tegelijkertijd gebruiken. Dus het is een minimaal investering. Vandaag bestaat bij bol.com, morgen geleverd. Dus het is ook niet dat je, dat je 14 winkels moet gaan, gaan doen eer dat het, eer dat je het gaat vinden. Ja, dus minimum inspanningen voor cursisten. En vandaag, wie dan vandaag naar de cursus komt zonder smartphone, dan denk ik dat er toch, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Dat zie ik niet gebeuren. Goed. Hoe gaat dat verder in zijn werk gaan? Wauw. Dat Cedric zag mij even op losgelaten. Voilà, Cedric is bezig met de handleiding te maken. Hoe dat je dat kunt gaan koppelen aan elkaar. De audio settings steekt naar je Bluetooth headset. Dit is gefilmd in Diest. We waren toen op 5 andere treinen. Ze hebben gehaald met 6 treinen. Was er volle bak training, volle bak. Oké, wissel maar eens. Ja, Maarten. Klaar. Hoor je de kwaliteit? Het is puur nu nog op laptop. Maar je hoort niks van ballen van andere terreinen. Je hoort enkel zijn eigen instructies dat hem geeft. Ja, en als er iemand is, je bent met teams van 2, 3 gefilmd, dan kun je perfect op die manier gaan volgen. Dus weg met de last om kinderen daar te krijgen, het afspreken met ouders. Oh, ze willen niet komen omdat ze die treinen nog niet kennen. Wat dat er ook is, weg met de taakspanning. Gewoon afspreken. Kijk, je volgt cursus. Woensdag namiddag is er les. Oké, ik spreek af met Bram als ik van de rak zou komen om de cursus te volgen. Bram, is er een groepje rood waar dat ik eventjes 10 minuutjes iets zou kunnen filmen? Of is er een momentje vrij dat de zaal leeg is waar dat ik iets kan doen? Oké, goed, op dat moment kun je doen. Voilà, goed, gefilmd. Je zorgt dat er gefilmd wordt. En je hebt de voorbereiding met de reflectiekaarten voor naar de cursus te gaan. En hoe gaat het in zijn werk in de cursus? Dit is wat dat we willen creëren. Dit is al interactie. Je bent met drieën aan het nadenken. Je bent met drieën aan het discussiëren over de leerstof. Dit zorgt dat je nu leert van elkaar en dat er een trainer is die nu kan daarin komen. Want wat kunnen we nu doen? We gaan een rechtercontrolefilmpje zien waar dat alle items erin aan bod komen. En dan wordt het juist plezant. Hoeveel heb je er gevonden? Ah, ik heb er 3 van de 12 gevonden. Oké, goed, wat heb je niet gevonden? Ah, kijk, want ook, kijk naar dat filmpje. Kijk, daarover gaat het. Ah, voilà. Ah, ja, 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 nu zie ik het. En dan pas komt de, als de euro valt, ja, dan weten van, nu wordt er geleerd. Als ik ga zeggen van, ja, mannen, aandachtscontrole is zorgen dat de raketjes op de grond komen, dat ze niet met een bal kunnen spelen, dat ze op een kijklijn staan. Voilà, dan gaan we de globale situatie geven en doen we dit en dit en dit en dat. Op een bepaald moment is dat... En up, komt er hierin en komt er daaruit. Ik sta elke dag versteld van, als ik op het einde van de dag de leermomenten doe, is het altijd van de laatste 5 minuten, omdat ze dat nog onthouden hebben, bij wijze van spreken, het is nu een beetje paradoxaal gezegd, van de laatste 5 of 10 minuten, ja, het begin van de dag is al volledig weg. En denk als je op dergelijke manieren gaat aanpakken, dat er veel meer zaken zijn die blijven hangen. Het controlefilmpje, dus wat ga je nu zien voor elke rol? He, er zijn zo 5 rollen, communicator, lesgever, organisator en motivator. Voor elke rol is er een controlefilmpje, dat is het rechterfilmpje. En daar ga je zien, telkens met een lijntje op, wat dat er gebeurt. Vic, Stef en Victor, jullie mogen al eens op de witte lijn hier naast Lou komen staan. En leg je raketje maar tussen je benen. Die heb je eventjes niet nodig. Oké, goed. Stef, Victor en Vic, jullie opdrachtje is om te kijken wat Lou en ik hier nu gaan doen. Maar jullie moeten alle drie kijken hoe dat Lou telkens gaat bewegen. Ja? Oké, Lou, wij gaan starten met de rally. Dus als ik het balletje naar jou speel, jij speelt hem telkens terug naar mij. Oké, let's go. Oké, goed. Was je goed aan het bewegen? Ah, oké. Volgende rally, nog altijd kijken wat Lou doet. Doet hij iets anders of doet hij hetzelfde? Klaar, Lou? Ja. Ja, Lou, kom aan, hè. Kom aan, hè. Dus spelen. Voilà. En terug naar speelbaas. Goed. Ja. Oké, goed. Nieuwe rally, Lou. Ja, Lou. Ah. Oké, okay, nice. Ah, Lou zit te lopen. Heel goed. Dus
Wat zag je dan bij de eerste rally die we aan het spelen waren? Ja, hij was niet aan het lopen, maar wat deed hij dan? Ja, die stond altijd stil om het balletje te spelen. Maar hoe komt dat hij dan altijd moest stilstaan? Voilà, heel goed, Stef. Dus ik speelde altijd de bal naar Lou. Maar wat deed ik dan anders in de tweede rally, Vic? Was ik veel aan het lopen? Nee. Heel goed, ik speelde altijd naar de zijkanten, zodat Lou elke keer moest lopen. Dus wat we net hebben gedaan, jongens, waar we vandaag veel op gaan oefenen, is om de tegenstander te doen bewegen. Is dat gelukt, denk je? Ja. Ja, want Lou die heeft eigenlijk niet heel veel stilstaan. Die moest altijd een balletje spelen en dan daarna terug klaarstaan. Oké, goed. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Je hebt het nu gevonden, tot er niet toe, hoeveel dat er waren. Zijn dat er 2 zijn, dat er 5 zijn, dat er 7. Maakt niet uit. Het is alleen een principe wat we willen meegeven van, je gaat kijken naar iets, je zoekt, en het grote verschil met cursisten is, jullie hebben die voorbereidende opdrachten niet kunnen doen, dus jullie zouden naar de cursus komen zonder voorbereiding en ik ga jullie als docent dan pakken als je nu weinig gescoord hebt van kijk ja, als je niet voorbereid komt naar de cursus, dan kan je ook niet verwachten dat je hier nu een goede score gaat halen. Hop, en op die manier creëer je een bepaalde attitude en mindset bij je cursisten ook. Goed, hebben we voor alles. En het leuke, zoals we daar pas al gezegd hebben, het is niet de bedoeling om nu 12 op 12 of 11 op 12 te halen. De bedoeling is nu dat je als docent kan kijken van oké, goed, wat kennen ze al, wat zien ze al en vooral wat zien ze nog niet. Wij willen een cursus organiseren waarin dat fouten juiste leermomenten zijn. He, iedereen, alle spelers hebben ongelooflijk veel fouten gemaakt om tot progressie te komen. En we hebben ook als trainer gezegd van die fouten horen erbij. Net zoals het is voor de trainersopleiding, net zoals het is voor jonge trainers bij jullie op de club. Ze kunnen niet alles direct goed doen. Ja, het is door op die manier hun te gaan coachen dat we tot goede trainers kunnen komen. Goed, dus tel maar even hoeveel punten dat je daar gehaald hebt. We gaan verder. De jonge speler, tweede opdrachtje. Het zijn 3 opdrachtjes in totaal voor jullie. Tweede opdrachtje is een kruiswoordraadsel. We hebben sommige stukken van de cursus die in een kruiswoordraadsel zitten. Dit is nu bijvoorbeeld 1 presentatie. 3 bladzijden tekst en in plaats van dat klassikaal te gaan brengen, moeten ze dat lezen. Dat kan ook zijn dat de leesopdracht tijdens de cursus gebeurt. Dan kan de docent ondertussen zijn terrein gaan klaarzetten. Uiteindelijk, opnieuw, het is niet om te zeggen van 10 op 10, jij bent de primus van de klas. Nee, het interessante aan die oefeningen is puur gaan zeggen van oké, waar zitten de fouten? Egocentrischer. Ja, we hebben dat niet gevonden. We kennen egoïstisch. Wat is egocentrisch? Oké, egocentrisch is, de kinderen zijn meer op hunzelf gericht. Ze kunnen nog niet samenwerken met andere kinderen. Het is niet dat ze egoïstisch zijn. Het is een gewone natuur die ze moeten nog leren gaan openkomen. En dan creëer je interactie van, ik begrijp als ik begin met blauw, dat ik eerst, zoals Roger Fuchs spelletjes gaat doen met de kleuters, ik ga eerst ze laten zelf dingen doen en niet te veel laten samenwerken. En dan pas in een later stadium, dat ze einde blauw komen in rood, gaan ze wat meer laten samenwerken. En dat is juist het interessante van het gegeven van op die manier een check te hebben, wat kunnen we al, en vooral op de gaps, waar zitten de fouten, om daar nog verder te gaan op insturen. Goed. Fysieke leer of technische leerlijn hebben we aangehaald. We hebben de presentatie, we hebben de referentiefiches waar je ziet dat er zaken zijn weggelaten. Ze kunnen zelf gaan kijken als ze dat gestudeerd hebben, als ze dat bekeken hebben, die presentatie, hoe hard dat ze het al kunnen. Dus op die manier weten van ik ga naar de cursus voorbereid of ik ga naar de cursus minder voorbereid. Ga je minder voorbereid, ga je attitudepunten gaan verliezen, wat dat je eindscore niet ten goede gaat komen. Kom je in de cursus, dan staat er weer iets klaar. We kunnen er weer een spelletje mee spelen om te gaan starten met de werkvorm. En dit is telkens maar de kennismaking. Van hieruit is het on-court werk waar je heel veel on-court gaat werken met spelers. Dus gaan we niet gaan verkondigen van de cursus is alleen maar spelletjes spelen. Nee, dit is altijd een startpunt om vanuit dat startpunt on-court bepaalde zaken met je groep te kunnen laten doen. Het is niet om te testen wie dat er hier de meeste bagage heeft van kidstennis of van de cursus als achtergrond heeft. Het is wel om te schetsen van op welke manier dat je ineens wel interactie gaat krijgen. Ik denk dat we heel dikwijls in cursussen meemaken dat cursisten toch een beetje laid back zijn, dat ze wat achterover hangen. En nu zie je ineens hier een groep die betrokken is, die aandacht heeft. We zitten op het einde van de dag en toch heb ik het gevoel dat als ik van de groepen vandaag zie, dat jullie heel aandachtig hier aanwezig zijn. En dat is uiteindelijk wat je wilt.
in de cursus gaan bekomen. We komen tot de trainerswerking op de club, want ik wil dit verhaal alleen maar brengen als ik ook er 100% van overtuigd ben dat dit verhaal iets voor de club is. En wat we denken allemaal, en ik hoor veel clubmanagers of sportief verantwoordelijken, ja, ze volgen opleiding en dan, ja, dan moeten ze het kunnen. Hè. Ik denk dat we niet mogen overschatten. Hè. Soms ga je 3-4 jaar naar een school om een bepaald diploma te halen. Bij ons komen ze in een initiatorcursus, 40-50 uur. Ja, je kunt niet verwachten dat je iemand een beroepsdiploma kan laten leren op misschien 1% van de tijd dat iemand hogeschool of universiteit gaat volgen. Dus we hebben echt wel nog werk als trainers om, als ze uit de cursussen komen, om ook binnen de club ze verder te gaan vormen. En ik hoop dat jullie er ook mee van overtuigd zijn. En waarom? Eigenlijk voor mij voor dat schema. Wij zien allemaal in clubs trainers die komen en trainers die terug weggaan. En het enige waar ik van overtuigd ben is, als je die cyclus mee bent, I love what I do because I'm good at what I do, because I love what I do because I'm good at what I do. En deze vicieuze cirkel, daarom, ja, daarom blijf de training geven. Daarom zijn de trainers die hier aanwezig zijn, jullie hebben een bepaald gevoel van competentie. Je weet als je op dat plein stapt, van oké, goed, ja, ik weet wat ik doe. Ik heb hier geen twijfel dat ik iemand misschien niet op de juiste manier ga leren tennissen. Nee, ik weet wat ik doe. Ja? En als je dat gevoel hebt, dan doe je het ook graag. Als je weet van jezelf, Dirk, ik heb gezien op Facebook dat je een co-cursus gevolgd hebt onlangs. Ja, als je, voilà, als je dat graag doet en je leert dan een keer een avond daarop, je wordt er beter in, dan ga je dat nog liever doen, je gaat nog meer. En dat is uiteindelijk hoe dat het werkt. En ik ben ervan overtuigd, als wij als hoofdtrainers en verantwoordelijke trainers onze clubtrainers beter maken, ja, dan gaan ze het liever doen. En iets wat hij graag doet, dat stopt er niet. Ik ben er 100% van overtuigd dat, zelfs al heb jij een grootste job, hè, laat ons kijken naar een Thomas de Duitse bijvoorbeeld, als voorbeeld, je hebt een topfunctie, je moet voor het geld bij lange het niet meer gaan doen om training te geven, maar toch wilde die training geven omdat je dat gewoon ergens graag doet. Je wilt dat contact met die spelers. Ja. En dat is hetgene waar ik denk, als we als clubtrainer daar een beetje kunnen in meehelpen om onze trainers beter te maken nog, dat ze het liever doen, dat ze het gevoel hebben dat er iemand training volgt van amai, en nu die sessie was echt goed, ik heb echt het gevoel dat ik bijgeleerd heb. Als je dat af en toe een keer hoort, dan ga je graag training geven. Ja, ik denk dat dat de boodschap is wat ik hier wil meegeven. En dat nieuwe leren kun je perfect ervoor gebruiken. Zelfreflectie ga ik nu niet meegeven, dat zou te lang duren om daar nog op in te gaan. Wat is het? Heel kort, je gaat het krijgen via de mail. Het is een Excel dat we gekregen hebben vanuit de jeugdwerking KV Mechelen, dat ze daar gebruiken. En de jeugdwerking KV Mechelen is binnen de voetbalbond bekroond als een van de beste jeugdwerkingen, omdat ze aan trainersbegeleiding doen. Wat zit erin? Het is gekocht, maar... er zit een makelaar tussen, maar goed, dat kijk. Ja, dat was voor dat verhaal, hè. Ja, dat was voor dat verhaal, hè. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ze vullen in. Je geeft voor jezelf scoorde. Ah, ik voel dat mijn lessen fungericht zijn. Ja, ik vind dat nog niet te gemakkelijk om, als ik een les zie van een ander, dat ziet er allemaal leuker uit dan dat mijn eigen les erin zit. Ah, ik voel dat ik mijn spelers technisch kan bijsturen. Ja, ja, eigenlijk wel. Ik vind dat mijn spelers technisch heb, tactisch heb. En zo eigenlijk het volledige verhaal, maar ook het welbevinden. Ik voel me goed. Ik geef enthousiast en graag training. Ik word gewaardeerd door mijn lesvolgers. Ik word gewaardeerd door de hoofdtrainer. Ook die zaken erin. Want je mag je goed voelen. Hè, en je, maar als je goed voelt op fun en andere zaken, maar als je qua sfeer in de groep en dergelijke niet goed voelt, dan gaat er ook op een bepaald moment iets breken. En gaat dat schema, I love what I do because I'm good at what I do, gaat er ook niet in zitten. Ja, dus dat schema kun je laten invullen en kun je op een andere manier gebruiken. Ik weet dat sommige tennisscholen zeggen, iedere trainer moet jaarlijks 1 bijscholing gaan doen. Kies zelf wat hij gaat doen. Hier kun je het zelf ontdekken. En wat hij zelf ontdekt, gaat het beter doen. Als je hier weet van, oh, als ik mijn persoonlijk ontwikkelingsplan zie en ik zie dat mijn reflectie, dat mijn fungehalte niet hoog genoeg is, als er dan een keer een Coach Plus mail passeert, en er zit iets in over animatietools, oké, okay, dan ga ik toch wel de reflectie hebben van, ik ga dat eens open doen om te zorgen dat ik volgend jaar hopelijk een betere trainer ben op dat onderdeel. En zo ziet het eruit. Je ziet de score wat dat de trainer geeft, en je ziet de score wat dat de hoofdtrainer geeft.
En dat komt dan zo in grafiekjes terecht. We hebben die gemaakt. Je kan die krijgen. Je kan die perfect ook aanpassen. Wil je een rubriek toevoegen, wil je een rubriek weglaten, wil je een item weglaten. Je kunt er alles in doen. Maar het geeft iets waarin je zelf niet als trainer naar je speler of naar je hulptrainer moet gaan en zeggen van ik vind dat je meer dat of dat moet doen. Je laat trainers voor hunzelf al een keer ontdekken waar dat ze goed of minder goed in zijn. De Kids in His Workshop, in plaats van altijd uw presentaties te gaan updaten en hernieuwen. En sommige, als we sommige presentaties zien binnen het Jeugdfonds, dan zitten er echt wel prehistorische met geen enkele negatieve connotatie eraan. Maar zitten er soms wel prehistorische presentaties bij, omdat je voelt van het is ieder jaar opnieuw en we gaan eens updaten. Waarom niet met Coach Plus? Iedereen van jullie heeft toegang tot iCoach, tot de Coach Plus, mailings. Wat heb je? Je hebt in het afgelopen jaar bijvoorbeeld 2 super presentaties die erin zitten. De Kids in His Relaunch, kaderdagen Simon Wheatley, vorig jaar de beste score op de kaderdagen. Waarom niet naar uw trainers eens zeggen van Lotte, bij u, de Kids in His Trainers, Sendero, kom, wij spreken af. Op voorhand moet je die 2 sessies gezien hebben. Je start met een quizje erin. Ik heb de quiz al klaar, je gaat die quiz ook krijgen. Een quiz van de ene workshop, een quiz van een andere workshop. Je bent al vertrokken. We gaan een ander soort bijscholing doen. Opnieuw, waar dat er fouten zijn, kan je gebruiken als een leermoment om terug verder te gaan. We gaan naar het volgende. Dat was deel 1 van de Kids in His Workshop. Deel 2 van de Kids in His Workshop is, foutenverbetering is belangrijk. Ik heb altijd van Dirk geleerd. Het is belangrijk dat je spelers leert tennissen, want daar komt het nog altijd op neer. Juist het feit dat ze niet goed zijn in, ik kan spelletjes doen, dat ze goed zijn in spelers te gaan ontwikkelen en te zorgen dat ze vertrokken zijn voor levenslang tennisplezier. Het tweede deel van de workshop is, we moeten ze technisch kunnen verbeteren. Oké, goed, we gaan in groepjes zitten en we tonen een beeldje van een blauwe speler, we tonen een beeldje van een rode speler. Oké, zeg nu een keer met de groep wat dat je zou verbeteren. Hoe zijn de balcontroles, hoe zijn de bewegingsacties? Hoe gaan we het doen? Trainersbeoordeling, iedereen, de kapitein van de ploeg, krijgt de flipchart. Je mag even zeggen wat je zou verbeteren. Er is een vakjury, er is een trainersbeoordeling. Je komt in The Voice en andere spelprogramma's waar dat leuk is. Dus je bent ook een leuk spel er rond aan het maken om tot een bepaalde score te komen. De beste groep gaat de vakjury en in combinatie met trainersbeoordeling gaat de beste score eruit halen. Je hebt de deel 2 van je workshop gedaan. Deel 3 van je workshop. Je hebt 1 minuut tijd om je topidee Kids Series 2019. We willen elk jaar vooruit gaan met de club. Oké, goed. In plaats van altijd als hoofdtrainer zelf je hoofd te buigen erover, waarom niet de Kids Series trainers, de helpers, mee in groepjes zetten en zeggen van wat zou een topidee kunnen zijn in functie van beleving, in functie van stages, van lessen, van kidstour, ouders, whatever dat het allemaal kan zijn. En de 2 topideeën, dat is het engagement dat je neemt, de 2 topideeën worden mee opgenomen in het actieplan voor volgend jaar. Wat krijg je? Een workshop waar dat je 0 voorbereiding aan hebt. Je moet met je smartphone een blauwe speler filmen en een rode speler filmen van de zijkant, van de achterkant. En meer voorbereiding heb je niet aan de workshop. Je krijgt van ons, en je gaat in Coach Plus volgend jaar, ga je heel veel van die quizzen en andere en kruiswoordraads en dergelijke meekrijgen, zodanig dat je van ons kant-en-klare producten krijgt. Als je hier nu een workshop met de kidstrainers gaat doen, ik beloof je, het gaat een heel interessante workshop zijn. Het gaat een heel plezante workshop zijn voor jou, want je hebt er geen voorbereiding aan. Je gaat ook niet het gevoel hebben dat je 2 uur zitten preken hebt naar je trainers, wat dat er allemaal moet gebeuren, wat dat de eisen zijn. En ze gaan het zelf ook heel leuk gevonden hebben. Want het is een heel andere manier van samenwerken met je groep. Ook workshop Maxi, 12 tot 99, heb ik zelf gedaan in een club bij ons in de buurt. Ik beloof dat ik daar eens een bijscholing gaan geven en ik heb het op die manier aangepakt. Vorige zomer hebben we gedaan voor de Maxi-groepen een heel goede presentatie. Is ook al meegegeven in de Coach Plus mailings. Je kan de link erin vinden. Wat was erbij? Voilà, ik had een documentje gemaakt met allemaal voorbereidende vragen. Ja? Dus je bekijkt het. Jullie zijn mijn 4 trainers die veel bezig zijn met Maxi. We gaan eens een bijscholing doen, maar we gaan het anders doen. We gaan er een leuke encore sessie van maken. Niet de blabla van de hoofdrijder van oké, die voorrijder moet zo of zo. Nee, we gaan een keer iets anders doen. Dat zijn alle voorbereidingsvragen. En hoe komt het erin? Dat is nu bijvoorbeeld 1 voorbeeld. Hoe kan je in een oefening bijvoorbeeld verdedigen op een verre bal in backhand een mentaal aspect toevoegen waardoor de voordeelspeler de druk voelt om te scoren en de verdediger uitgedaagd wordt om alles te doen om terug in de rally te komen. Voilà, je hebt voorbeelden gezien binnen de presentatie.
Dus voor de sessie, je mailt dat een maand op voorhand met de uitnodiging van de sessie, zeg je van, kijk mannen, bekijk het, je kunt dat voorbereiden, je komt in de groep en die antwoorden komen er. Dat zijn geen antwoorden dat ik zelf heb gevonden, dat zijn de vier antwoorden, of de drie antwoorden dat we toen met die groep hadden en je bent vertrokken. Ah, ik doe dat met het puntsysteem. De aanvaller krijgt 1 punt, de verdediger krijgt 3 punten. Dus de verdediger die gaat alles doen om punten te scoren, omdat hij met... Ah, ik doe het, de spelers vinden veel toffer dat ze aanvallen. Zolang dat je punt maakt als aanvaller, blijft de aanvaller. Als je het punt verliest, dan wordt de verdediger. Ah ja, dat is ook wel een... En op die manier leren ze van elkaar hoe dat zij het zouden aanpakken, hoe dat een ander het aanpakt, en kom je tot een nieuw leren. Hè? Wat kan je doen? Wat hebben we daar die dag ook gedaan? Dit is al leuk om dat encore te gaan doen. We hebben dat ook gespeeld al een keer, omdat ik het ervaarde. Maar het volgende is dan eigenlijk hoe dat het juist heel leuk gaat worden. Want dat zegde, ja maar... Ik heb dat in een groep, ik heb een groepje van 4 of een groepje van 3. Hoe zou ik dat dan doen in een groepje van 3? Ah, kijk, life adaptation. Challenge the competence. Oké, mannen, dat is een vraag. Ja, Filip, jij stelt de terechte vraag. Je hebt nu 2 spelers, maar ik heb zo'n groepje wat ik dat zou kunnen doen, die opdracht, maar het zijn 3 spelers. Hoe ga je het doen? Oké? Of ik kan als trainer, hoofdtrainer, zeggen van, ik zou graag hebben dat er een technisch accent bij is. Hoe gaan jullie nu in die oefening bijvoorbeeld de split, om maar een dom voorbeeld te geven, of balans, als het is voor een verre verplaatsing of dynamische balans, hoe ga je dat erin brengen dat spelers bewust bezig zijn met een taak om die oefening beter te gaan doen? Of het is een groepstraining, je wilt dat naar een niveau van een groepstraining brengen, whatever dat je kan hebben. Ja? Je vraagt, je hebt de drill gepresenteerd, er is feedback van een hoofdtrainer en een trainer, en dan ga je encore beginnen gaan toepassen en gaan uitbreiden. En dan creëer je ongelooflijk leuke sessies waar je 0,0 werk aan hebt. Je moet zelf de presentaties bekijken. De voorbereiding en de opdrachten zijn al gegeven. Je krijgt het alles in Word ook. Als je zelf een andere vraag wilt stellen of een vraag wilt weglaten, kan je het gerust aanpassen. Maar op die manier kan je workshop geven. We hebben het gevoel, heel veel clubs sukkelen met die interne bijscholing. Van, ja, ik heb geen tijd om een presentatie te maken. Oké, wij begrijpen dat. Maar je krijgt zoveel tools, in Coach Plus krijg je zoveel tools, wat je het eigenlijk al gesneden koek is, of gesneden brood. Het enige wat we nu nog moeten doen is er proberen structureel iets mee te gaan doen naar onze coaches. En dat hoeft niet maandelijks te zijn, Johan. We gaan niet ambitieus zijn dat we iedere maand onze trainers gaan opleiden. Ik denk dat dat al een heel leuk objectief naar de lange termijn is. Maar als je dat 1 keer per jaar zo'n moment hebt met je maxi-trainers of een moment hebt met de kids-series-trainers, dan ga je een heel waardevol moment hebben. En als je dan doet, zoals iemand vanuit een gymnastiek zei, ja, wij koppelen daar altijd dan nog een keer een pizza-festijn aan, dan achter zo'n workshop laten we pizza's komen, het is dan nog een teambuilding ook, dan denk ik dat je een combinatie maakt van 2 perfecte werelden. Voilà, om te eindigen, dit is wat ik de take-home message wou dat uit de sessie kwam. Ik hoop dat jullie mee zijn in het verhaal dat we leren heel leuk kunnen maken, zowel in de opleidingscursussen, dat is onze taak, met de docenten die hier ook vandaag aanwezig zijn, maar ook binnen de club, want op 40 uur, op 50 uur gaan we geen beroepstrainers vormen die dus de vaardigheid 100% kunnen. Je gaat moeten meehelpen in de nascholing eer dat ze bij jullie op de club gaan terechtkomen. Het zouden geen Nederlanders zijn, mochten ze het niet hebben, dus ze hebben het wel. De Leuk Leren Week bestaat in Nederland. Dat is een week waar dat scholen kunnen acties doen richting de Leuk Leren Week. En dan de tweede is voor mij heel essentieel. Een leraar staat niet voor de klas. Een hoofdtrainer staat niet boven zijn trainers. Een hoofdtrainer staat tussen zijn trainers. Een docent staat tussen zijn cursisten. De verantwoordelijke voor de opleidingscursussen staat tussen de hoofdtrainers. Ja, er is hier niemand die boven staat. We staan er allemaal tussen. We hebben allemaal dezelfde job. En zorgen dat we onze trainers op de club zo goed mogelijk leren werken. Voilà, dat was het. Bedankt. Tof dat jullie er waren. Ik hoop dat het een leuke sessie was, dat het een boeiende sessie was, dat het een beetje de beste van de 2 werelden samen was. Ik hoop dat jullie ermee aan de slag gaan.